Hi, ik ben Desiree Lebens. Ik ben werkzaam bij Explore en ik ben werkzaam als jochregisseur voor de gemeente Sittard-Geleen en voor de gemeente Stijn en ook projectleider voor Keigezond. Ik ben jochregisseur voor een gemeente en ik probeer verenigingen, buurthuizen en speeltuinen enthousiast te maken voor een gezonder aanbod, een rookvrije omgeving en een alcoholbeleid. En als een vereniging enthousiast is of een locatie enthousiast is, dan schakel ik de Team Fit Coach in die wat dan echt met de vereniging aan de slag gaat. Ik ben Rini Franke, sinds heel veel jaren lid van Unitas als atleet. En sinds een jaar of zes binnen de kantine actief als coördinator. Er komt eerst een kennismaking en er wordt besproken met een vereniging wat ze graag zouden willen, hoe ze het voor zich zien en wat hun wensen zijn. Dan wordt er gekeken wat er nodig is, wat er mogelijk is en er wordt een plan opgesteld. Dan gaat een vereniging daarmee aan de slag en als er iets afgehandeld is, dan wordt er een nieuw doel opgesteld en zo kunnen ze badges behalen en uiteindelijk kunnen ze dan dat presenteren aan hun vereniging. Het congres van Explore, dat volgden we jaarlijks, wat Explore organiseerde. En daar kwamen we in aanraking met Team Fit niet, maar met een gezonde kantine. Daar hebben we toen ook een subsidie voor gehad, waar we een mooie ijskast voor gekocht hebben. En daar is de zaak een beetje aan het rollen gegaan. We hebben toen een lijst gehad met allerlei gezonde dingen. En dat heb ik ook zelf een beetje aangevuld. En er werd vooral gezegd van, nou, je hoeft niet gelijk alles te doen. Want het is tot op heden nog niet helemaal gelukt, maar je kunt beginnen met wat producten te vervangen. En daar ben ik toen mee begonnen. Dat is inmiddels alweer een aantal jaren geleden en dat is door corona is het allemaal wat is dat minder geweest. De vaart zat er niet in. Maar toen wij dat eenmaal geïntroduceerd hadden, toen ging het eigenlijk vanzelf. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve berichten gehad van mensen die dat ervaarden. De leden vinden het aanbod overwegend positief. Ja. Waarbij ik ook de minder goede dingen, bijvoorbeeld sportdrank. Als mensen gesport hebben en die hebben heel veel energie gebruikt, dan is het eerste waar ze naar vragen sportdrank. En dat moet ik dus eigenlijk wel blijven doen. Maar daarnaast veel water, een grote kan op de bar die ze kunnen gebruiken. Dat soort dingen. Fruit er neerzetten en ja, het loopt eigenlijk vanzelf. Wat heeft het opgeleverd? In ieder geval enthousiasme van het publiek, van een deel van het publiek, niet van iedereen natuurlijk. Maar mensen zijn ook blij dat ze hier gewoon gezondere producten kunnen vinden. Bijvoorbeeld wat ik nu doe is werken met Spa Blauw als juryleden hun lunchpakketje komen halen. Nou, ik heb ook een kan met water op de... Ze kunnen ook zelf een flesje meenemen. Dan hebben we geen plastic nodig en dan kunnen we onszelf het water besparen bijvoorbeeld. Mijn ervaring met Team Fit is dat ik inderdaad de vereniging die wat heel enthousiast was, heb laten kennismaken met de Team Fit Coach. Ik ben bij het kennismakingsgesprek geweest en er zijn doelen opgesteld om aan de slag te gaan binnen de vereniging. En mijn rol is verder ook nog dat ik eigenlijk kijk welke mogelijkheden er nog meer zijn om een vereniging te ondersteunen om gezonder te worden. Verenigingen die twijfelen, zou ik zeggen van kijk gewoon echt binnen jouw vereniging welke mogelijkheden er zijn. En het is echt niet zo dat het een hele opgave is. Er zijn vaak hele kleine veranderingen mogelijk die de omgeving toch al iets gezonder maken. Dus het hoeft niet iets heel groots te zijn. Kijk dat er een kennismakingsgesprek komt en dan kan altijd besproken worden of dit het moment is om van start te gaan met Team Fit.